CTC is eigenlijk het Clinical Trial Center. Dat is een afdeling binnen ons ziekenhuis met een stuk of 27 studiecoördinatoren al. Wij zijn op de dienst longziekten met 3 studiecoördinatoren. Melissa en ikzelf doen studies op de patiënten met longkanker. En Matthijs volgt patiënten met COPD en astma. En dat wil zeggen dat ze eigenlijk toegang krijgen tot de meest nieuwe behandelingen, bijvoorbeeld chemotherapieën, immunotherapie, maar ook pilletjes of puffers voor die specifieke ziektes die nog niet op de markt zijn, maar dus wel getest worden voordat ze in gebruik kunnen genomen worden. De patiënt krijgt eigenlijk een extra optie op nieuwe medicatie of een techniek, maar het uiteindelijke doel is eigenlijk wel om toekomstige patiënten te helpen en om de opties te verbreden dat de wetenschap eigenlijk vooruit gaat. BioBeat is een project die voortvloeit uit ons eerste project, waarbij dat we een platform ontwikkeld hebben met vragenlijsten. Die vragenlijsten krijgen de patiënten thuis gestuurd via hun e-mailadres en op die manier gaan we de patiënten gaan bijsturen. We willen dan nu verder drijven naar het dragen van een horloge die hun parameters gaat registreren, zoals bloeddruk, saturatie. Wij krijgen die waarden binnen op het platform, gaan die ook gaan bekijken en gaan op dezelfde manier de patiënten contacteren als er iets nodig is om bij te sturen en op die manier opnames te vermijden.